dit is alweer het laatste stukje, Wim. Ja. Gaat snel. Nou, praten we daar altijd eventjes over die muziekkeuze. Welke platen je gekozen hebt en waarom. Dus kun je zeggen, Don McLean Vincent? Ja, Don McLean Vincent heb ik een speciale band met de eerste beginjaren van mijn huwelijk. Mm-hmm. Dus, want Vincent van Gogh natuurlijk ook daar. Maar dat had voor mij een speciale betekenis. Doe maar, deed me denken altijd aan mijn vader. Altijd op mijn vingers tikken, spreek de mensen aan met u. Poets je tanden en zet je laarsjes netjes in de schuur neer. Altijd wel heel apart. Dan hebben we Sylvia's Mother. Dat heb ik hem toen ik nog verkering had met mijn vrouw. Daar was het een keer uitgeraakt. En dan denk ik, ja, ik wilde ze graag spreken. En dan, je krijgt ze niet te horen, want ze is net weg. En dat is jouw verhaal dus. Dus ja, dat is een beetje. En dan een wat gelukkige tijden. Dan dat je zelf op die vakantie, Maribaya. Het gewoon heerlijk in het veld rijdt. En gewoon heerlijk ontspannen. En dan is zo'n plaatje. En de Kes was een van mijn lievelingsgroepen toen de tijd. Leuk. Ja. De Safe Room, ook daar heb ik wat met name voor de kinderen die ik heb gekregen met mijn vrouw samen. Dat is van de veiligheid die je om ze creëert. En ik zeg het woord, de Safe Room. Het is gewoon, joh, zorg dat je goed oppast wat je doet. Mm-hmm. 73 is, want in 1973 was ik net klaar met mijn eerste studie. En ging naar René de Vierse, dus een overgangsjaar. Dus dan zeg ik, hey, dat had voor mij ook weer een bepaalde betekenis, dat jaartal. En dan Paul Simon, Julio, Down by the Schoolyard. Ook daar weer met de kinderen. Dus. Ja, leuk. Ja. En weet jij nog wat jouw eerste plaat was waar je geld voor hebt uitgegeven? Ja, die staat niet bij deze keuzes die ik vandaag aan jou heb gegeven. Maar dat was Gilbert O'Sullivan. Nothing Rhymed. Ja, Nothing Rhymes. Dus was echt een heel apart. Leuk. Ik vond het heerlijk. En daarna heb ik Johnny Cash. Oh ja. En Don McLean natuurlijk. Ja. Heb je een speciale band waarvan je zegt van ja, dat is wel zeg maar mijn voorkeur? Als ik favoriet. Echt band of groep, dan zou ik de Cats kiezen voor mezelf. Ja, de Cats. En dan de tweede is de keuze, Doe Maar. Die zijn, dat volgt een beetje elkaar op natuurlijk. Hè? Ja. De Cats, 60er en 70er jaren. Ja, inderdaad. Ja. En ga je wel eens naar concerten? Helaas heb ik daar geen tijd voor. Nee, dat dacht ik al. Dat is echt, ga je daar tijd voor maken? Ik weet het niet. Je bent wat terughoudend. Ik ben nooit zo'n concertmens geweest. Ik kan er wel van genieten. Als ik een concert ga zien, dat is meestal op televisie. Dan heb ik mijn eigen dingetje om me heen. En dan kan ik het geluid harder en zachter zetten wanneer ik wil. Ik kan naar het toilet wanneer ik wil. En dan hoef ik niemand te storen. Ja. Dus, en als ik gewoon de radio luister, is meestal Sky Radio. Gewoon lekker ontspannen muziekje. Ja, relaxte muziek. Ja, relax. En dat brengt jou tot rust en daardoor komt de creativiteit weer en naar boven. En dan komt de creatief. Dat is beter dan ontspanning tijdens inspanning. Ja, dat is ook voor mij de belangrijkste reden om te golfen. Nou, leuk om te horen. Ja. Wim, dit was het alweer. We zijn bij het eind gekomen. Ja, dankjewel. Nou, dankjewel dat je er kwam. Ja. En heel interessant om te horen en een Willy Wortel hier te hebben. Die het dan vervolgens ook nog eens realiseert. Echt geweldig. Hartstikke goed. En ik hoop dat je wat meer vrije tijd gaat krijgen. Nou, we gaan het zeker aan werken. Ja, en dan gaan we weer een rondje golfen samen. Ja. Dat was Wim van Stuivenberg. En bedankt ook voor René van Schenkhoff voor de techniek. Volgende week is mijn gast Piet Verhoeven van Talentboom. Hij is specialist in boomkwekerijen en geeft daar advies over. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.